Na de transplantatie kan het zo zijn dat de eerste dagen nog vooral gevuld zijn met herstellen en medicatie uitzetten. Maar er komt een moment dat je lichamelijk weer opknapt, je nieuwe medicatie gewoonte is geworden en er weer ruimte is voor perspectief. Het kan zijn dat je weer veel beter voelt dan voor de transplantatie en weer zin hebt om dingen op te pakken. Ook kan het zijn dat je je nog niet zo goed voelt, maar wel iets wil gaan ondernemen. Weet ook dat herstel lang kan duren en het belangrijk is om daar de tijd voor te nemen. Maar waar begin je? Hoe vul je je dagen en hoe kom je tot een zinvolle dagbesteding? Hier kan het medisch maatschappelijk werk u bij ondersteunen. Het komen tot een zinvolle dagbesteding is onderdeel van onze behandeling waarbij we ons richten op het inzichtelijk maken van uw draagkracht en draaglast, het vinden van uw balans in uw veranderde leven en het leven van uw naasten en het versterken van uw sociale netwerk. Hoe een zinvolle dagbesteding eruit ziet is per situatie en persoon verschillend. De mate waarin men kan participeren wordt vooral bepaald door factoren die met de transplantatie samenhangen, zoals het soort transplantatie. De nazorg en het herstel bij een levertransplantatie bijvoorbeeld ziet er anders uit dan bij een niertransplantatie. Wat ook invloed heeft, is de mate waarin iemand last heeft van de bijwerkingen van de medicijnen die afstoting moeten voorkomen. Het hebben van andere gezondheidsproblemen weegt ook zeker mee. En hoe zag de situatie eruit voor transplantatie? Misschien had u voor transplantatie een tijd lang geen werk, had u weinig hobby's, etc. Dat is anders opbouwen dan wanneer dat nog wel het geval was. Een daginvulling kan vele vormen hebben. Een daginvulling kan veel vormen hebben. Veelal wordt gedacht aan betaalde baan of vrijwilligerswerk. Om langzaam weer te wennen aan het werkenleven, kunt u overwegen om te beginnen met vrijwilligerswerk. Zo kunt u zich tegelijk klaarmaken voor eventueel herintreding op de arbeidsmarkt. We kunnen u hierin ook doorverwijzen naar de juiste organisaties. Voor meer informatie hierover verwijs u graag naar het filmpje van de bedrijfsarts. Sport is een belangrijke daginvulling. Kijk op onze programma Walk and Talk, volgen van opleiding en het hebben van andere hobby's waar u plezier aan beleeft. Een zinvol dagbesteding draagt bij een goede mentaal, emotioneel en lichamelijk gezondheid. Daarbij is het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden passen bij uw situatie. Hierin niet te snel gaan, maar zeker ook niet uzelf te veel beperken. Wij maatschappelijk werkers kunnen hierin ondersteunen.